Wist je dat er in Nederland zo'n 17 miljoen mensen dagelijks naar porno kijken? Nee? Nee, dat is ook niet zo. Dat heb ik net verzonnen. Maar dat er meer mensen naar porno kijken dan dat ze willen toegeven, is wel een feit. Maar wist jij dat er naast pornofans ook pornafans zijn? Maar wat is eigenlijk het verschil? En waarom is er een gebied in Italië dat perno heet? In deze Sexplained leg ik je alles schaamhaar fijn uit. Er is nog altijd een taboe op het kijken van vieze filmpjes. Zeker onder vrouwen of meisjes. Terwijl onderzoek aantoont dat zij net zo vaak porno kijken als hun hitsige, testosteronige leeftijdsgenoten. Maar ondanks het kijken naar porno vinden sommige vrouwen dat de meeste filmpjes wel iets vrouwvriendelijker mogen. Maar zoals de beroemde psychiater Freud al zei, was wil, das weiß. Klonk dat ganz geil genoeg? Ja, oké. Om net zo heet als een aangefikte marshmallow te worden, hebben vrouwen vaak andere prikkels nodig dan mannen. Sommige van deze prikkels ontbreken bij de gewone porno. Een veelgehoorde klacht is dat in porno elke seksscène nogal onrealistisch lijkt. Het seksende koppeltje duikt gelijk van klussen aan het aanrecht naar full-on actie. Er is nooit normaal voorspel en als je even één seconde niet oplet, vindt er alweer een dubbele penetratie plaats en doet iemand iets met een komkommer. Ook lijkt in veel porno het genot van vrouwen minder belangrijk dan dat van mannen. Je ziet allerlei close-ups van vagina's en borsten en geen enkele keer een ingezoomde balzak of eikel. Niet eerlijk. Sommige vrouwen vinden het spannender als er niet gelijk gepompt wordt alsof de kelder onder water staat, maar dat er iets meer opbouw is. Nou, een leuk verhaal bijvoorbeeld over een Deliveroo-bezorger die aanbelt en in zijn buidel een bijzonder groot pakketje heeft. Of de buurvrouw die komt vragen of er even in haar suikerpot geroerd kan worden. Nou, heb jij trouwens een leuke porna-fantasie of een suggestie voor een plot waarbij niet een schooljuf met een brilletje op haar neus over het bureau heen wordt getrokken? Laat het weten in de comments. Vrouwen die zich storen aan de dingen die ik net noemde, kunnen hun hart en hun vulva ophalen aan porna. Dat is dus vrouwvriendelijke erotiek gericht op de belevingswereld van de vrouw. De vrouwen in deze film zien er dan ook niet allemaal uit als Kim Holland of Bobby Eden. Andere cupmaten dan dubbel opgepompt D en zelfs korte pittige kapsels komen voorbij. De keuze is reuze. Net als sommige van de gefilmde schaamlippen. Dat porno vrouwvriendelijk is, betekent niet gelijk dat het er soft aan toe gaat. De seks kan net zo kinky of ruig zijn als bij porno-porno. Het wordt alleen vaak smaakvoller in beeld gebracht en het genot van de vrouw is net zo belangrijk als dat van mannen. Porno is dus eigenlijk een realistischere variant van hoe het er echt aan toe gaat in de slaapkamer, onder de douche of op het aanrecht na het klussen. Oh, vergeet ik bijna te vertellen waarom er in Italië een gebied is dat perno heet. Nou, helaas is daar geen tijd meer voor, maar google het vooral. En als je dan toch aan het googelen bent, check gelijk even wat porno. Ben jij er fan van of heb je er nog nooit naar gekeken, maar ben je dat nu wel van plan? Laat het ons weten in de comments. Ik ben heel benieuwd naar je bevindingen. Wil je tips voor fijne porno sites? Check dan even ons online magazine.